Hallo allemaal, vandaag gaan we weer eens een heerlijke zoetzure gerecht maken, namelijk kingdouquat. Zoetzure gerechten zijn onmisbaar voor de Chinese keuken. Wie vindt het eigenlijk niet lekker? Jong, oud, iedereen houdt hiervan. En de kingdouquat die ik vandaag ga klaarmaken is zoals dit in Hongkong klaargemaakt wordt. Ik krijg al helemaal zin en trek in. Jullie ook? Het woordje kwad in kingdouquat betekent letterlijk bot. En daarom gebruik ik net zoals in de originele versie van dit gerecht spareribs voor mijn recept. Ik heb de spareribs in redelijk grote stukken gesneden. Het maakt niet zoveel uit hoe groot of hoe klein je ze snijdt. Snijd lekker in een formaat zoals jij het lekker vindt om ze te kluiven. Dat is het leuke van thuiskoken. Lekker doen wat je zelf zin in hebt en wat je zelf lekker vindt. Oké, genoeg uitleg over dit gerecht. Laten we lekker gaan koken. Het uitgeschreven recept en alle ingrediënten, die vind je net zoals gebruikelijk in de beschrijving onder deze video. Gaan we nu eerst beginnen met het marineren van de spareribs. Wij gebruiken vandaag 500 gram spareribs en deze marineren wij met een kwart theelepel suiker, een halve theelepel kippenbouillonpoeder, een snufje witte peper, 1 theelepel lichte sojasaus, een halve theelepel Shaoxing wijn, een kwart theelepel baking soda, een halve theelepel bloem, een halve theelepel maizena en 30 ml water. Zorg ervoor dat je de spareribs goed met de smaakmakers mengt, zodat er geen vocht meer op de bodem ligt. Kijk, nu zien we dat er nog redelijk wat vocht op het bord ligt, daarom ga ik het nog even verder mengen. En nu is al het vocht opgenomen door de spareribs, dan gaan we het alleen nog met 1 theelepel olie mengen en laten we het even rusten. Terwijl de spareribs aan het rusten is, snijden we ongeveer 130 gram rode en groene paprika in blokjes. Naast de paprika heb ik ook wat ui, grof gesneden, en een schijfje gember, lenteui en een teentje knoflook fijn geperst. Dan gaan we nu de kingdou saus maken. Hiervoor doen we in een kom 2 eetlepels suiker, 40 ml azijn, 50 ml ketchup, 25 ml Worcestershire saus, 20 ml verse citroensap en 100 ml water. Even alles goed mengen en dan gieten we het in een wok en laten we het voor 2 tot 3 minuten koken. De kingdou saus is nu al super lekker. We leggen deze voor nu nog heel even apart voor straks. Dan is het nu tijd om de spareribs te bakken. We bakken elke kant voor minimaal 3 tot 3,5 minuut op middenhoog vuur, totdat het gaar en mooi gekarameliseerd is. Kijk eens hoe mooi gekarameliseerd het is. Dit is precies wat je wilt hebben, omdat dit het gerecht extra lekker maakt. Dan gaan we nu het gerecht alleen nog even snel afmaken. Hiervoor doen we 1 eetlepel olie in de wok en fruiten we de gember, lenteui, knoflook en ui even kort aan. En vervolgens voegen we de paprika toe, roerbakken we alles even snel en voegen we ook meteen onze kingdou saus eraan toe. De kingdou saus kookt bijna direct nadat we het toegevoegd hebben. Daarom kunnen we ook meteen de spareribs toevoegen en alles nog even goed door elkaar mengen. En dan is het klaar en kan het op een bord.
nog even mooi afmaken met wat lente-eiringetjes en dan kunnen we lekker sperps gaan kluiven. Dit is mijn kingdokwa. Wauw. Oh, dit is smullen, zeg. Het wordt een beetje een boeltje, maar dit is zo lekker. De sperrips zijn super mooi gebakken. Van de buitenkant zijn ze mooi gekarameliseerd en van binnen is het nog heerlijk mals. En dan de saus, die heerlijke Kingdo saus. Het heeft de juiste zoetzuurgraad, maar is tegelijkertijd ook een klein beetje kruidig. Het zorgt er niet alleen voor dat het vlees, het smeuïge vlees, een heerlijke smaak krijgt, maar ook de groenten, bijvoorbeeld de paprika en de ui. Het lijkt er zelfs een beetje op dat ze een beetje gepekeld zijn. Het is zo ontzettend lekker. Dit is er weer eentje om je vingers bij af te likken. Dit was het recept van de heerlijke kingdokwap. Als je net zoals ik verzot bent op sperrips en zoetzure saus, dan is dit zeker een aanrader om eens een keer thuis te maken. Maar let er wel op, wees snel, want ik weet zeker dat dit gerecht, als je ook maar één keer met je oog knippert, dan is die weg. Ik ga daarom maar snel afronden, want anders blijft hier niks meer van over. Geniet ervan en tot de volgende keer weer!